the second part of the service in the future will be to transform all this information that's compiled in the cloud into knowledge. How does Hotraku do that? They will have to partner up with consultancies or dealers that offer consultancy services all over the world. Het programma Limburg Makers is bedoeld om de concurrentiekracht van Limburgs MKB in de maakindustrie te verbeteren. En daar hebben we een heel scala aan instrumenten en bijeenkomsten voor. En een van die instrumenten is het innovatieassistentietraject, waarbij we juist door bedrijven te stimuleren om diensten te ontwikkelen, dus echt een ander verdienmodel te gaan ontwikkelen, om ze daarmee concurrentiekrachtiger te maken. Het lijkt een contradictie, hè? Diensten en maakindustrie. Maar als je het kijkt, moet je altijd zoeken, ook de maakindustrie, naar mogelijkheden om goede business te blijven maken, om concurrentiekrachtig te blijven. Dat kan door technologische ontwikkelingen, daarop vooruit te blijven lopen. Maar voor veel bedrijven is dat heel erg lastig om technologisch altijd die voorsprong te houden. Waar je ook mee zou kunnen onderscheiden, is juist door een hele krachtige dienst te ontwikkelen. Van hoe kan ik nog dichter op mijn klant kruipen en precies dat leveren wat hij vraagt, wat hij nodig heeft. En daar wil je eigenlijk je klant een paar stappen voor zijn. Het product van het bedrijf blijft nog steeds heel erg belangrijk. Zonder product geen dienst. We zijn hier bij Hotraku Groep BV, een technologisch bedrijf, gespecialiseerd in techniek, met name voor meter-regelapparatuur, voor stalautomatisering, klimaatbeheersing, voor verschillende markten. Wij doen mee aan het innovatieassistentietraject omdat we al heel lang goede producten maken voor als maakindustrie in Noord-Limburg. En we kansen zien om van de producten die we hebben, de data die daarin zit, om die verder te exploreren en een bepaald verdienmodel mogelijk te maken. En wat betekent dat ook voor de organisatie? Welkom bij de tweede bootcamp van Limburg Makers. Het innovatieassistentietraject bestaat eigenlijk uit twee parallele lijnen. De ene lijn is wat wij noemen de bootcamp met 5 masterclasses. Die vindt plaats buiten de comfortzone, zullen we maar even zeggen, van de bedrijven. Dus niet bij de bedrijven, maar echt op de universiteit in Maastricht. En de masterclasses worden gegeven door universitair docenten. Denk er even over na. De bootcamp, dat is één traject. En het parallele traject is dat bedrijven op individuele basis met een aantal groepen studenten aan de slag gaan met de case van het bedrijf. Wij als Universiteit Maastricht werden door Limburgmakers benaderd met de vraag of we niet in het innovatieassistentietraject een belangrijke rol kunnen spelen. Want wij als universiteit hebben best veel kennis over bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen of het ontwikkelen van nieuwe waardeproposities, waarmee we de bedrijven die aan het traject meedoen goed kunnen helpen. De studenten die aan dit traject meedoen zijn eigenlijk masterstudenten die of strategic marketing of entrepreneurship volgen. De motivatie om dit niet zelfstandig te doen, maar om dit juist bij de universiteit neer te leggen, is tweeledig. Eén is om studenten de kans te geven bij bedrijven te kijken en een actueel vraagstuk op te lossen. En de tweede mogelijkheid is dat wij ons ook kunnen profileren bij de studenten, ook op lange termijn, maar ook om eens met een ander gezicht naar het vraagstuk te kijken. Can we not do anything more with it to improve logistics? De studententrajecten die bestaan ook weer uit een paar stappen en beginnen met een openingscollege waarin het bedrijf aan een groep studenten haar case voorlegt. Vervolgens gaan de studenten op bezoek bij het bedrijf om het bedrijf beter te leren kennen en ook de case nog eens even goed door te spreken. De derde stap is dat de studenten aan de slag gaan, ideeën voor oplossingen gaan bedenken. En vervolgens eindigt het traject met een final event met alle studenten en alle bedrijven die aan het traject hebben deelgenomen. Waarbij de studenten hun oplossingen presenteren en waarbij uiteindelijk ook het beste project zal worden uitgekozen. Welcome to the award ceremony of value-based marketing. The winners are... Als ik terugkijk op het final event, dan ben ik uitermate tevreden met de resultaten van de verschillende studententeams. Echte handvaten waar we als organisatie, als Hotraku, wat aan hebben. In Limburg zullen we het moeten hebben van kennisintensieve activiteiten. En daar heb ik vanmiddag een aantal hele interessante voorbeelden gezien. Hoe bedrijven in samenwerking met studenten komen tot een soort kennisintensieve propositie, waardoor ze dus extra dingen aan hun product kunnen toevoegen. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Maar de uitdaging zal zijn om bedrijven te vinden die ervoor openstaan. En dat is in de maakindustrie heel erg hard nodig.
maar ook de uitdaging, omdat die maakindustriebedrijven vaak erg op hun productie zijn gericht, op de techniek zijn gericht. En juist het verdienmodel en de communicatie en de marketing wat links laten liggen. Maar het is een uniek concept wat zeker door moet gaan.